Ik ben Librine de Jong en dit is de podcast van Fit.nl. Een podcast waarin ik samen met onderzoeker en krachtcoach Jeroen van der Mark jouw vragen beantwoord over training, voeding en gezondheid. We gaan het vandaag hebben over een nieuwe hype: namelijk lengtend. Partials, lengthened partials. Moeilijk om uit te spreken. Ja. Yeah. Ik ben benieuwd, Jeroen. Wat zijn lengthened partials? Ah, je goede uitspraak. Dank je, dank je. Tof. Uh, dat is een, uh, inderdaad een nieuwe hype. Je ziet heel veel mensen in de gym nu kleine reps doen. Als je nou een beetje de pro-gyms gaat met pro-lifters. Mm -hmm. Zie je dus bijvoorbeeld als je een cable, cable fly doet. Of een dumbbell fly. Heb je helemaal die helemaal verlengde positie, hè? Mm -hmm. Zie je mensen van die korte reps doen. Dus alleen maar even dat, ja. dat einde. Dus partials. op de meest verrekte, of de meest ja. directe, gerekte positie. Ja. Daar kleine bewegingetjes maken. Nou, dat is dus de partials. En dan, wat je zegt, lengtende partials, is dus die verlengde partials. Dus alleen maar dat heen en weer bewegen. Doe ik me gelijk denken aan Arnold Schwarzenegger. Yeah. Het bekende filmpje van hem, dat hij dan rows aan het doen is. Yeah. En die rows, je ziet heel veel mensen een nette row doen. En blijft dan een beetje in de positie, misschien meer verlengd. Maar wat hij doet, yeah. is helemaal uitrekken. Ja, ik weet, het is niet goed. een partial, want hij doet gewoon meer range of motion, volgens mij. Precies. Hij traint niet alleen maar daarin. Ja. Maar hij rekt hem wel meer uit. Ja. Is het dan iets wat eigenlijk niet een hype is, maar iets wat vroeger ook al bestond? Ja, voor de mensen die dit alleen luisteren: als je op Spotify kijkt, kun je ook de video zien. <laughs> en dan zie je eigenlijk ons die beweging al wel doen. En een beetje gekke, gekke gezichten trekken. <laughs> uh, maar dat is een heel mooi voorbeeld. Want als je de row doet en je gaat helemaal naar voren bewegen, dan breng je ja. eigenlijk de lats En de bovenrugspieren, de uh, breng je volledig op lengte. Dus dan haal je extra range of motion. En je ziet vaak mensen alleen maar. Uh, een korte range of motion gebruiken door alleen maar het laatste moment stuk aan te trekken. Mm -hmm. Maar je wil eigenlijk de volledige range of motion trainen. Mm -hmm. Dus dat is een perfecte manier om die te verlengen. En Arnold Schwarzenegger deed dat inderdaad. Dus dat bekende video uh, A Pumping Iron. Ja, en dan zie, onder andere, zo, ja. zie je dat onder andere die doen. Uh, en dat ziet er gewoon heel basig uit. Mm -hmm. En tot ongeveer een paar jaar geleden zeiden veel mensen van ja, maar dat. Dat, dat is ongecontroleerd en dan train je niet goed, want je moet echt stabiliteit genereren et cetera. Mm -hmm. uh, maar het voordeel van die beweging is dat hij eigenlijk een volledige range of motion heeft. Misschien niet een volledige stabiliteit, maar zo'n ervaren sporter, dat hij daar wel goed mee om kan gaan. En dat dus, was niet echt een partial rep, het was gewoon meer range of ja, motion. Ja, full range of motion. Ja. Ja, maar goed, de discussie nu is dus, binnen mm -hmm. de wetenschap, maar ook binnen pro-bodybuilders, is dus, heb je de ene kant, dat is de full range of motion, dus met mm -hmm. een volledige beweging maken, dus helemaal naar voor bewegen met de row, en dan helemaal contractie achterin. Mm -hmm. Versus alleen maar die verlengde positie, dus dat je jezelf even laat zakken, dus die rug, helemaal mm -hmm. spanning op de rug, ja. en dan vervolgens bijvoorbeeld even 10, 20 graden en dan weer terug. 10, 20 graden en weer terug. Maar is het dan alleen dat doen in vergelijking Alleen dat doen. Met dus ja. niet eindigen met je setje. Want ik kan het nog wel begrijpen dat je denkt van ik pak een paar goede werksets. Ja. En dan pak ik op het laatste Precies. nog een aantal okay. heen, ah, goed. En dan gaan we er zo even bij pakken. Okay. Dit zijn topvragen. Okay. Okay. Uh, daar hebben ze in wetenschap dus ook naar gekeken. Ja. Er zijn nu vijf studies uit. En vier daarvan, die laten wel zien dat die verlengde partials. Ja. Uh, of die verlengde, ja dat zeg ik het inderdaad goed. Ik ben even aan het zoeken naar het Nederlands woord ervoor. Uh, verlengde... <laughs> ko ver verlengde korte reps. Uh, dus als we bijvoorbeeld de raise erbij pakken op een machine, ja. dan kun je helemaal omhoog bewegen. Mm -hmm. Dat is echt de spier verkorten. En je kan helemaal naar beneden zakken. Dat is helemaal verlengen. Ja. Nou, wat ze dan in onderzoek hebben gedaan, is alleen die, die eerste 20 graden dat je helemaal rekt en dan weer een klein beetje omhoog komt. Helemaal rekt en dan weer een klein beetje omhoog komt. En er was één onderzoek die zag. 200% meer spiergroei. was wel een kleine uh, onderzoekspopulatie, dus maar ja. een aantal mensen. Ja. 200 meer procent uh, spiergroei ten, ten opzichte van de full range of motion. Okay. Dus van helemaal naar beneden en naar boven. Okay. Andere onderzoeksgroep, die had 50% meer spiergroei ja. uh, bij de kuitspier. Met uh, lengte partials. Dus, dus alleen maar die oefening te doen, dus helemaal ja. te verlengen. Dat is dus een methode. Dat is dan alleen bij de kuitspier onderzocht. Het is dan met twee, twee wetenschappelijke studies met ik uitspieren gedaan, wie weet als je dat uh, misschien heel anders gaat formuleren, met andere spiergroepen dat het anders is. Ja, maar toch 200% is ik, denk, veel, hè? ik denk gelijk, oké, okay, ik ga alles in parcels doen. Precies, ook en dat zie je in dus, dus in de gym, en daarom wou ik deze podcast ook samen met jou hey, opnemen, ja. omdat ik nu wel de wat pro-lifters zie, of, of mensen die dan pro-lifters volgen en dat allemaal ja. na gaan doen ja. en ik zie nu, zeg maar beginnende lifters die dan van parcels. zulke soort reps gaan doen, ja. uh, maar eigenlijk ook nog veel potentieel kunnen halen uit gewoon een hele mooie beweging maken, mm -hmm. goed squatten. Uh, dus ik zeg: focus eerst op de basis, uh, Leer gewoon goed niet trainen. Ja, en dus dat, je denkt van nou, nou goed. het hoeft helemaal niet. Ik hoef die hele basis niet onder controle te hebben. Ik doe gewoon een paar partials in de gym en ik loop weer ja, weg en ja. ik heb meer resultaat. Precies. Nou goed, we weten dus niet voor alle spiergroepen of dat nee, zo is. Nee. Ja. Uh, we weten wel dat full range of motion tot dus veel spiermassa het kan leiden en dat ja. het altijd goed heeft gewerkt. Mm -hmm. um, dus als ik zeg, ben je een pro-lifter, dan kun je additioneel dit doen. En mm -hmm. daar kwam jij dus al met een mooie aanvulling. Wat je dus zou kunnen doen is bijvoorbeeld um, twee, drie werksets bij een oefening en dat mm -hmm. je dan bijvoorbeeld de tweede en de derde werkset dat je die afsluit. Met die verlengde positie extra volume toevoegen. Dus ja. je gaat dan die raise doen. Aan het einde, als je niet meer die contractie. Want bij de raise is die bovenste positie, Precies. het helemaal omhoog komen, zwaar dat is het ja. meest zwaar. Ja. Alleen onderin is, is, zeg maar, is het minst zwaar. Is dat niet eigenlijk altijd zo bij alle oefeningen waar je pasjes kan doen? Dus nee. ik, zeg, ik heb nu even die rode ja. gedachte. Dan is ook dat laatste stukje ook heel zwaar. En dat eerste stukje in de lengte ja. is ook minder zwaar. Ja, maar draai hem nu eens om met een uh, met een squat. Dan ja, maar, is het juist omgekeerd. Want als je kijkt naar. Ja, squat. Kan je geen, dan kun je helemaal geen lengte doen. Want dan sta je eigenlijk. Ja, oké, okay, dan. Ja, ik snap ja, het punt. Dus, ja. dus het verschilt een beetje per oefening, per beweeghoek. Ja. Um, maar bijvoorbeeld, dit kun je dus ja, niet echt lekker doen uh, met de squat. Dan moet je, uh, moet je partial reps gaan doen onder in de squat. Met het idee van. oh, Dan ga ik misschien mijn billen meer op lengte brengen. Want je gl ja. uh, glute max, komt dan op spanning. Die wordt dan meer verlengd. Ja. Uh, en je quadriceps, omdat je uh, een goede kniehoek hebt. Maar je gaat al diep. Je gaat eigenlijk al diep met een squat. Zo diep als je zelf kan als je een beweegpatroon doet. Precies. Dus je pakt al een full range of motion. Ja. Maar ja. je besteedt dus, het idee dus met die uh, lengthen en partials, is dus ja. dat je meer tijd mm -hmm. in de meest verlengde positie en daar veel spanning genereert. Mm -hmm. En wat we dus uh, weten vanuit fysiologie, is dat mechanische spanning, dat dat een belangrijke voorspeller is, zo niet de belangrijkste voorspeller voor spiergroei. Mm -hmm. nou, en er is dus relatief veel mechanische spanning, omdat je spieren helemaal op spanning staan en weerstand ja. moeten genereren. Ja. En dat weerstand, dus je genereert eigenlijk, Weerstand tegen de oefening. Ja. En dat zorgt dus uh, voor sp ja, spier spiertoename en ja. toename van spierkracht. Ja, je ziet ook wel filmpjes op Instagram dat ze dan tra trainen zoals het in 2024 is. En dan zie je een heel erg gecontroleerd Precies. iets. En dan eigenlijk heel erg overdreven. En dan tegenover hoe het vroeger ging. En allemaal gasten gewoon aan de pomp en zo. Dus dat verschil is wel heel extreem met vroeger. Wat vind jij daarvan? Heb je zoiets van ja, laat mensen ook wat. Nou, door blijven pompen. Mm. En dan moeten ze men mensen dit een beetje loslaten. Precies. Als ja. ik nu kijk, ik train nu bij de push and pull. En daar trainen veel gevorderde atleten. En het is ja. zo mooi om hun beweegpatroon uh, te zien. Je ziet heel mm. veel controle. Um, ik denk dat het wel goed is. Uh, omdat je daarmee eigenlijk vormfouten voorkomt. Je gaat niet compenseren, et cetera. Uh, ja. Maar het blijft ook wel gewoon leuk om een beetje te rammen. Ja, precies. Uh, en als je dan kijkt naar wetenschappelijke. tenminste, als je dat op een veilige manier doet. en, en, en gewoon wel de spier blijft trainen die je wil trainen. Mm -hmm. um, maar als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, er, is eigenlijk, er zijn eigenlijk niet veel studies die laten zien dat heel stabiel trainen ten opzichte van niet stabiel trainen, dus bijvoorbeeld uh, dat je een elleboog uh, vastzet ja. ten opzichte van dat die los is, ja. dat dat leidt tot meer spiergroei. Dus we hebben eigenlijk nog niet eigenlijk evidentie dat pompen, daarvoor. Dat is eigenlijk wat je zegt, dat pompen leidt niet tot meer spiergroei. Ten opzichte van gecontroleerd. Ja, want, en dat zou kunnen. Omdat als je bijvoorbeeld die wat meer ongecontroleerd... wat die Arnold Schwarzenegger die helemaal naar voren beweegt... dan ja. heb je dus wel misschien meer verlengde positie. Ja, je mist misschien wat, 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 wat stabiliteit daarin. Uh, dus het ene heeft als voordeel... dus het hele gecontroleerde... is dat je meer constante spanning hebt. Mm -hmm. Waarbij je misschien bij die andere... in die verlengde positie er wat meer een schok op de spier komt. Mm -hmm. uh, als, je dat, als jij je lichaam zeg maar intern goed kan voelen, waar begeef ik me, wat kan ik aan, wat is mijn belastbaarheid, mm -hmm. ja, dan kun je daar wat meer mee gaan spelen. Maar nogmaals, pro-lifters zie je vaak, vooral powerlifters, heel gecontroleerd trainen, ja. want ze trainen met een zware lood. Uh, ja, en ga je daar instabiliteit in toevoegen, ja. um, ga je een pro-lifter uh, bijvoorbeeld uh, één blokje onder zijn been zetten? ik noem maar ja. even een hele gekke vorm van instabiliteit, dan krijgt hij ineens een hele rare squat. Ja, dan moet je ineens gaan compenseren en dat, dat is natuurlijk ja. geen goed idee. Ben jij altijd gecontroleerd aan het bewegen? Of heb je soms ook wel iets, iets van. Weet je, ik doe drie, vier extra reps. En dan maar wat minder gecontroleerd, omdat ik mijn spier op die manier toch wil ja, prikkelen. Ja, nou, dat doe ik bij sommige oefeningen wel en niet. Nou, als jij nu kijkt naar bijvoorbeeld die row, ja. daar zie ik niet echt een gevaar van een vormfout. Daar zie ik niet heel veel belasting op je rug, omdat je horizontaal geladen wordt. Dus mm. de spanning komt van voren en die komt niet van boven op mijn spine. Mm. Mm -hmm. Bij een squat. Zou ik dat minder snel doen? Misschien als ik een PR bij een ja, wedstrijd oké. wil rammen, dan, dan wel. Want dan wil je een PR neerzetten. Maar in training wil je eigenlijk gewoon wegblijven van uh, volledig spierfalen. Ja. Uh, om goede vorm te houden en niet overbelasting. Maar bijvoorbeeld bij een uh, row zou ik dat prima kunnen doen. Mm -hmm. Bij een push-up ook wel. Bij een weighted push-up misschien weer niet. Omdat er nee, weer te veel zie. externe belasting is. Ja. Bij een isolatieoefening... Zou ik misschien nog wel wat, wat, wat extra volume er soms even toe kunnen voegen. Ja. Om nog net even wat meer uh, ja. spanning te kunnen toevoegen. Maar niet in perfecte vorm. Ja. Uh, dus het ligt helemaal aan de oefening. Maar als we kijken naar perfect trainen... Ik had deze discussie uh, een paar dagen geleden over ja. de ja. pendulum squat. Welke, welke is ja, dat? Ja, zeg maar, dat is een soort van hek squat. Een soort van leg -press achter iets. Ja. En dan zak je als het ware um, in een schuine lijn zak je, uh, naar beneden met een mm -hmm. kniebuiging. Mm -hmm. Hele mooie oefening voor de mensen. Zoek anders even nu op je telefoon de pendulum squat op. Perfect, echt top als je die in je gym hebt. Hm. Uh, heel goed voor je quadriceps. Maar had het over, ik, ik doe dan 12 reps. Hm. En echt 12 reps met perfecte spanning, overal um, dat ik dat voel en dat ik die knieën goed naar voren duw. Dat ik volledig spanning heb zonder dat ik te veel momentum gebruik. Want zelfs ja. in de machine kun je momentum gebruiken. Klopt. Ik denk dat ik acht van de 12 rep zonder de, en dan doe ik echt heel mindful mijn best. Ja. Het lukt me niet om 12 uit de 12 te halen. En ik had die discussie ja, met wat, wat lifters in mijn omgeving, die al 10, al 15 jaar trainen wedstrijden ja. hebben gedaan. En het lukt bijna niemand om volledig alles perfect te draaien. Is het altijd nee. wat vormfouten in? En zij het gewicht naar beneden doet toch? Maar, nee, dan ook, zijn niet. De, maar ook niet, want het is okay. gewoon heel moeilijk okay. om alles perfect te doen. Ja. En uh, daar zie en dan als jij dan naar mij had gekeken, zo dus, oh, dat was een mooi setje, ja, maar ja, ik precies. ben niet tevreden. Ja. En dat karakteriseert denk ik een beetje de wat gevorderde liften die echt mm -hmm. kritisch kan kijken. Wat zijn nou minuscule vormfouten? Ja, ja. En nu hebben we het natuurlijk over vorm dat het wat uh, wat minder minder wordt. Dat dat. Ja. dat gebeurt bij jou dus ook wel eens. 100%. Maar uh, doe jij ook die partials rep? Want daar gaat natuurlijk precies. deze podcast helemaal de zijkant van. <laughs> ja, ja, precies. Uh, maar goed, uh, ik ben een twee drie jaar geleden ben ik daarmee begonnen, want ik merkte. Jij was voor de hype, bro. Ja, ik was uh, altijd het hipste boy. De hipste boy. Maar ik merkte dat ik uh, uh, met uh, de cable race, uh, of sorry, de cable fly. Ja. Uh, niet altijd helemaal meer af kon maken, dat op een gegeven moment vermoeid was. En deels gebruik je armen, die, die helpen daarmee. Je biceps stabiliseren mm. daarmee. Je schouders helpen deels mee. En je mm. borst doet het grootste deel. Ja. Maar ik merk op een gegeven moment dat ik toch nog wel vermoeidheid kon opbouwen extra in mijn borst. In maar kracht, die zat er niet meer in, die voorste ja. positie. Want ik kon niet helemaal meer naar voren bewegen. Dus wat ben ik toen gaan doen, ben ik. Aan het einde van mijn 12 tot 15 reps ben ik nog wat extra van die vliegbeweging. Oh ja. Een beetje die, 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 die vogel die zijn vleugels uitslaat. Ben ik die extra reps gaan toevoegen in die meest uh, diepe positie. Ziet er heel mooi uit. Uh, ja, beeld. Uh, ik ben aan het meekijken. Ja, ik zie ja, ja. Jeroen bijna omhoog vliegen met zijn led. Zo, zo breed is die man. Oh, die, die, voge, die voeg ik dus, dus nog toe. Niet in de eerste set, maar aan de tweede, derde en vierde set. Oh ja. En uh, toen merkte ik wel dat daar nog extra stretch op kwam. En de volgende had ik nog wel wat spierpijn, dus Toen ben ik daar wat meer mee gaan experimenteren. En ik doe dat nu al vaker bij oefeningen. Uh, ik doe dat nu ook bij die uh, calfrace. Uh, mm -hmm. Maar ik doe het niet structureel. En er, zijn, er is nu een uh, onderzoeker. Uh, daar luisterde ik een recente podcast uh, van. Superleuk. Mm -hmm. Zullen we ook nog even in de show notes erbij zetten. En die vertelde uh, erover dat hij zijn hele training nu heeft daar. Heeft, doet alleen oh, maar dat. Doet oh, dan alleen dan maar lengte en partials. Dan je dan doet er ook onderzoek man. naar. Die dacht, ja, ik ben oh, ja. wel practice what you preach. Ja. En uh, die zag uh, geen afname van, van tot nu toe van kracht en massa. Geen afname? Ja, precies. Maar, ja, dat is maar goed, het het is heel doen. moeilijk om te zeggen: van, ben je nou echt, uh, heb je nou heel veel gains gemaakt? Ja, Als je okay. een pro lift dan ga je misschien een keer een kilo of een half kilo per jaar ja, vooruit. Ja, precies. Maar hij zag geen afname, dat vond hij al heel wat. Ja, ja. ja, maar goed, in die onderzoeken zien we dus tot nu toe wel uh, vier van de vijf zijn redelijk positief. Door dat alleen te doen. Echt alleen, hè? Dus niet eens dat laatste wat we zeggen dat je ermee eindigt, maar alleen partials gaan doen. Ja. Dat vind ik echt bizar. Blijkt ja. bizar. Ja, en, en waar komt dit dan vandaan? Ze hebben, spie, uh, ze hebben studies gedaan bij dieren, uh, bij vogels, en hebben ze die heel lang laten rekken met gewicht bijvoorbeeld op hun vleugels. Oh, ja, het is echt super sneu eigenlijk. <laughs> uh, maar dan zagen ze een toename soms van 300, 400 procent spiermassa oh, uh, bij de vleugels door alleen die verlengde positie te trainen. Ja. Nou, is er één studie gedaan bij mensen waarbij ja. ze elke dag 15 minuten moesten rekken met uh, ja. die soort van cable fly oefening uh, of dumbbell fly oefening met een gewicht, en daar zagen ja. Eigenlijk ze ook een toename van spierkracht. Okay. Dus bij mensen is dit de eerste studie, recent uitgekomen, alleen maar die oefening doen, elke dag vijftien minuten rekken. Zie je een toename, dan weet je nog niet. In verhouding, die toename als je het gewoon had gedaan met een volledige range of motion. Precies. Dus je ziet een toename, maar je weet nog niet per se. Of ja, want eigenlijk is het ook een training. Want alles meer dan nul is een training. Dus het ja, is logisch precies. dat je een toename ziet. Ja. Maar het is wel leuk om te zien dat dat een effect heeft. Ja. Dus. En nu zie ik dus iedereen, uh, jumping doen. the bandwagon, die gaan dat oh. allemaal zitten doen, die gaan allemaal ja. dat zitten doen. Maar ik zou dus volledige Full Range Motion de prioriteit geven. Mm -hmm. Dit is misschien een, een, een leuke toevoeging. Uh, en misschien gaan we in de komende jaren, door steeds meer studies inzien uh, dat dit een effectievere manier is uh, van trainen. Um, mm -hmm. En misschien is effectief niet het goede woord, maar misschien efficiënt. En een toevoeging extra ja. toevoeging aan je training. Ja. Maar als je nou toch een beginner bent, jij zegt nou ga sowieso een full range of motion pakken, de bewegingen aanleren, mm -hmm. uh, snap ik. Maar zou je het dan als beginner helemaal niet uh, adviseren, of zou je dan zeggen ja dit kun je gewoon ook in je training toepassen als je een beetje extra load wil hebben in die verlengde positie? Ja, ik vind dat heel moeilijk, want de ene die wil meer wat, wat op de hype springen. Uh, ik was aan het... ...begon met hardlopen en dit is na, na tien jaar hardlopen... Of, ...of weet ik hoe lang ik al hardlopen ben... ...koop ik eindelijk een keer een hardloperloosje... <laughs> En uh, ik, kocht, ik kocht er een voordat ik ging hardlopen. Ja, precies. En, dat, dat en de ene, ene die, 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 die surft als het ware de wave eerder met gears en tool. Ja, klopt. Dus ja, ja, misschien vind je het leuk om te experimenteren en daar is niks mis mee. Maar ik zou het ja. niet met, met alles doen. Zoals die squat zou ik gewoon rond trainen. Ja, uh, ja. Omdat dat ook gewoon veiliger is. Want stel je voor dat je heel veel van die partials gaat doen onderin bij de squat. Ja. En dat dus je kleine beweging gaat maken uh, 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 bij die meest verlengde positie. Ik kom je niet meer omhoog. Ja, dan kom je niet omhoog. Dus dat lijkt me geen goed idee. met de benchpress lijkt me het ook raar. Als je ja. alleen maar die onderste positie traint. Als jij een, een post bench doet en een post squat, dan heb je, zit je ook helemaal in een verlengde positie. Is, dan, is dat niet een beetje vergelijkbaar? Ja, ja dan, je, dan, dan besteed je dus meer tijd in, in die verlengde positie. Mm -hmm. ja. Wel stil. maar Precies. Goed, is wel ja. Een... Ja, En maar het nadeel daar weer van is, is dat je weer minder kracht kunt genereren. Ja. omdat je natuurlijk minder snel omhoog komt. Mm -hmm. En onderin heb je een stretch reflex van de spier. Dus de spier oh, ja. die zit onderin, die komt volledig op spanning... en eigenlijk mm -hmm. is het een soort van elastiek die dan terugschiet... waardoor je dus weer kracht kunt genereren en die haal je ja. er als het ware uit. Dus als je te vaak past, dat zie ik ook met programmering van atleten... als je te vaak een past quad zou doen of een past mm -hmm. bench... Mm -hmm. dan verlies je het vermogen om te versnellen in de beweging. Ja. En meer spierkracht, als je heel sterker wordt... Verstandig. krijg je ook meer spiermassa, omdat je meer, met ja. meer... Trainingslood kunt trainen. Hmm, logisch. Um, ik denk ook dat het voor een beginner wel lastig is, omdat je denkt dat het best wel een blessuregevoelig iets is. Als ik nu yeah. even bedenk dat ik een uh, bicep curl doe niet verlengde, en, ja, dat kan Vooral in de verlengde gegeven. positie, ik heb dat ook wel eens gedaan, terwijl ik gewoon best wel hard aan het trainen was al, dus mijn pees waren wel wat gewend. Precies. Maar toch even diep gaan door helemaal te strekken en dat elke keer te doen, en volgens mij op zo'n scot curl machine. Ja. Ik denk dat ik uh, een paar weken last heb gehad van uh, mijn aanhechtingen van mijn bicep. Ja. Dus ik denk dat als je zomaar opeens alleen in de partial gaat zitten, dat dat ook nog wel een risicofactor kan Ja, ja top toevoeging. Dankjewel. Ja. je. Ja, ja, en, en uh, aanvullend wordt er vaak gedacht dat het... Uh, het strekken van de spier, dat dat per se het punt is. Maar het idee is meer dat het uh, de, dat, dat spanning op de verlengde positie. Dus het idee is dat je dat rekken, dat die de maximale rek, mm -hmm. dat dat dan echt tot de spiermassa zou leiden. Maar als je dan kijkt naar allemaal mensen die yoga doen, dan zouden die heel gespierd moeten worden, omdat heel vaak in die verlengde positie. Ja, dus het is wel verlengde positie met bepaalde spanning. Ja. En het is ook nog hoe je die toepast. Want je kunt uh, bijvoorbeeld een dumbbell doen. Laten we zeggen, een dumbbell curl, je hebt de dumbbell naast je en je, mm -hmm. en je hebt in de meest verlengde positie mm -hmm. ben jij die dumbbell kan doen. Maar onderin, als je een arm laat hangen met een dumbbell, ja, daar zit niet echt veel spanning op. Nee, nee. Want hij is helemaal op lengte. Ja. Alleen ja. als je hem pas omhoog brengt, naar nou, ongeveer, nou, 15 tot 20 graden, dan wordt het pas zwaar. Ja. Dus moet en, je in een hoek gaan zitten, dat hij wel... Ja, dan, ja, dus wat moet je dan doen met een optimale dumbbell curl, is dus eigenlijk niet met een dumbbell werken, maar met een kabel. Ja. En die kabel die komt dan helemaal recht achter je. Dus ja. op dezelfde lijn als je hand. Mm -hmm. En vanuit daar heb je op de meest uh, verlengde positie. Mm -hmm. Heb je de meeste spanning. En dan trek je hem aan. Continue spanning eigenlijk door het kabel. Ja, ja, precies. En ja. Zo dat ja, zien zo. we nu wel meer terug, en dat vind ik een super mooie winst in de gym, mm -hmm. is uh, steeds meer mensen die de verlengde positie op spanning gaan doen. En daar komt dan weer dat stukje blessu blessurepreventie. Mm. Je moet eraan gewend zijn. Uh, je moet dan niet gaan jerken, als het ware uh, allerlei compensaties gaan doen. Mm. Uh, maar misschien kun je dit in mind houden, hoe kan ik zoveel mogelijk de verlengde positie onder spanning brengen. En niet per se het rekken aan zich is het, maar de spanning. Maar toch, dus goede onderzoeken, positieve onderzoeken. Vind jij het dan met dat in gedachten een hype of niet? We noemen het de hele tijd een hype. Ja. Maar Stel dat dit gewoon zo blijft en er komen meer onderzoeken uit en 90% blijft heel erg positief. Ja. ja, dan is dit geen hype. Dan ja, ik het denk het dat de laatste zeggen: dan wordt het een nieuwe, nieuwe trainingsdoel. Ja, ja. Ik, ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen: uh, ik heb er wel echt wel veel vertrouwen in. Kijk, ja, dat is mooi. Ja. Dan, vind ik het, dan vind ik het niet een hype, maar dan vind ik het iets, een positieve ontwikkeling. Wat misschien nu een beetje een hype-idee heeft. Ja. Maar wat hopelijk een nieuwe tool is voor de toekomst. Ja, ik denk als je het in context kan plaatsen. Zo van wat is de functie en wat is de functie van de full room? En als je deze podcast hebt geluisterd, heb je er wel meer idee van. Mm -hmm. um, dan denk ik dat, uh, dat het waardevol kan zijn. Ja, en dan ja. vooral aan het einde van je training om extra vermoeidheid lokaal op te bouwen. Uh, heel leuk om te proberen. In de vorige podcast hebben we al besproken dat jij een trainingsschema voor mij zou maken. Omdat ik weer ga starten. Ja, Daar komt deze er waarschijnlijk ook bij. <laughs> ik wil net vragen, dan komt deze er misschien ook wel mm, bij. <laughs> we hebben ja, we net gaan, weer begonnen. Uh, he, ja, deze. nee. Wel, ik, denk, ik denk toch okay. dat we bij jou gaan werken aan uh, compound oefeningen. Ja. Uh, voor grote vermoeidheid. Maar we gaan wel uh, de focus leggen op een volledige range of motion. Ja. 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 Dus, uh, en misschien voegen we dan voor, um, voor jou... Uh, om ook een beetje een mentale uitdaging. Om het leuk is om ook om, om, om met iets nieuws bezig te zijn. Want dat vinden mm. mensen gewoon tof. Voegen we in ieder geval twee setjes toe met uh, lengthen partials, length partials voor de cable fly. Ah, ja. Interessant. We zijn alweer uh, door de vragen heen, Jeroen. Iets kortere podcast dan normaal. We zitten op een, uh, 20 minuutjes. Maar misschien heb jij nog wat uh, aanvullend. Ja, een, een korte pod podcast over een uh, onderwerp wat uh, verlengte uh, in <laughs> Gerf. zich heeft. Ja, ja want, Voor de mensen, als ze het leuk vinden, steun de show. En uh, laat even een review achter via iTunes. Dan, sturen, dan scoren we in het algoritme. We zijn. Uh, we, we, Dualeren, een beetje over uh, nummer 1 fitnesspodcast van Nederland. Dus uh, we willen dat natuurlijk nummer 1 blijven. Dus laat ons even een leuke review achter via iTunes. Kost je 1 of 2 minuten en uh, geef even een, een sterretjes via Spotify. Um, dat was hem voor deze keer uh, ik ben benieuwd Super. wat we terugzien in de gym uh, meer mensen met deze LinkedIn partials en uh, alle onderzoeken en dat artikel met een duidelijke uitleg staat ook nog in de show notes dus uh, ik zou zeggen veel plezier met je training yes, en uh, luisteraars veel plezier uh, met uh, deze nieuwe trainingsmethode. Yes, bedankt voor deze podcast hier. ik zie je in de volgende